Yo iedereen, welkom bij de vlog. Het is maandag, heel vroeg, 9:30 en we zijn al in Arnhem. Maar ik denk, moet je eens even kijken. Die meneer stond geparkeerd. Even wachten dat die auto bij is. Die meneer stond nogal netjes in het vak geparkeerd, moet ik zeggen. Dus ik dacht, ik zet hem er langs in het vak. Maar ik ga even filmen dat ik geen schade heb. Ik heb geen schade. Dus mochten we straks schade hebben, dan weten we dat we die meneer moeten vinden. Goed. Dat terzijde, ik ben in Arnhem. Waarom? Ik heb een afspraak om 10:00. Dus ik ben moker vroeg, maar ik moet nog een stukje lopen. Heb ik alles? Ja. Ik moet nog een stukje lopen, want parkeren zag er moeilijk uit. Volgens mij sta ik een redelijk eindje ervan af. Maar ja, ik ga even naar mijn afspraak. Ik kan er nog even niks over zeggen. Ik moet eerst even dit doen. Zo. Twee foto's gemaakt hebben, onthouden waar ik sta. Zo doe ik dat altijd. Ik fotografeer gewoon in de parkeerplaats waar ik zit. Dus ja, dit wil zeggen moker, slechte intro. In ieder geval, dit is de vlog. Het is maandagochtend en ik heb een afspraak in Arnhem. En ja, that's it. Dat was het gesprek. Super vet. Ik heb gesproken met Tim van Arcor. Arcor is een bedrijf, eigenlijk een productiemaatschappijtje. Nou, het is denk ik veel meer, maar dat is een beetje het aspect wat hij uitlegde. We hebben 1,5 uur koffie gedronken en super chille gesprekken gehad. Hopelijk kunnen we in de toekomst iets samen gaan betekenen. En dat is dan in de zin van commercials of werk. Nou ja, gewoon goed vet. Weer iets zeg maar in de content-industrie. Waarvan jullie ook allemaal weten dat ik daar gewoon veel meer wil gaan doen. Ja, gewoon tof. Goed gesprek. Tim, bedankt. Ik weet niet of je het ziet. Waarschijnlijk niet. Veel te druk, denk ik. En nou weer terug naar het mooie Soerendonk. En dan vanmiddag streamen voor jullie. En jammer maar helaas had ik de mooie Renault-rijder niet door zijn bijrijdersstoel in kunnen laten stappen. Oh, ik had zo gehoopt dat die auto weg was en dat ik wist dat hij door zijn bijrijderskant naar binnen had moeten klimmen. Maar helaas. Goed, terug naar Zurich. Yes iedereen, maandagavond. En jullie weten het, vandaag sessie 2 aan mijn sleeve. We gaan inkleuren. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb gehoord net dat Super Mario er sowieso op kan. Ik heb mijn stream set er binnen al klaar staan. Dan zal ik jullie nog even laten zien. Nou, we hebben deze keer ook een microfoon, dus ik kan tegen jullie praten is het idee. Ik ga even gewoon naar binnen en dan gaan we zo beginnen man. Ik zie jullie zo on stream. It's been 4 weeks since you called. And I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie. Try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. Yo jongens, goedenavond. We zijn op weg naar huis. Jullie hebben het net gezien. Er zit een fucking Super Mario Bros. Op mijn arm. Het was een lange sessie. Deze kleuren echt wel vervelend geweest. Maar ook alweer draaglijk. Ik weet niet. Heel aparte pijnen gevoeld. Heel apart. Moeilijk. Maar vet. Hij zit er zo strak in. De artiest zelf, Tommy ook. Volg hem jongens op Instagram.
Vraag me anders hoe je hem vindt. Die gast is echt, echt heel goed. Die kan echt letterlijk bijna alles. En hij kan alles goed. En als je niet kan, zegt hij. Dat is het fijnste aan Tommy, vind ik. Echt een gouden vent. Nu ga ik naar huis. 11:30 is het. Morgen werken. Nog best vroeg. Ik had vroeger verwacht. Maar hij zei op een gegeven moment. Nee, Tom. Oh, zitten toch wel wat meer details in. En hij wil... Hij kan het niet uitleggen, weet je. Bijvoorbeeld in de rode stukken van Mario, van de trui bijvoorbeeld. Of in het wit van de handschoentjes zit ook gewoon zwart. Grijs, om een soort schaduw te krijgen. Dat zet hij dan eerst. Dat is gewoon... Wauw. Ik ben echt misschien niet eens verliefd op tattoos. Maar gewoon op de kunst van die gast. Gewoon dat hij een lijntje zet waarvan je denkt, waarom de fuck ben je nu daar in die kleur een lijntje aan het zetten? En dat je vervolgens de kleur opzet en dan zit je echt, ah, ja, nee, fucking logisch. Goed dat je dat gedaan hebt. Ik kan er echt uren over praten. En je, als je in de stream terugkijkt, dan zie je ook dat ik soms gewoon begin te glimlachen in één keer. Want dan begint zo'n stuk in één keer te leven. Bij deze was het heel erg, de knopen op de broek, die zijn goud. Toen hij die fixte, dat hij ook goud wordt, dat die shine eruit kwam, wauw. En in de ogen, het blauw van de ogen van Mario. Fucking hell, dat is echt... Dat waren echt twee momenten voor mij in deze tattoo, dat je gewoon ziet van... Oké, dit wordt het, dit is hem. En jullie hebben het plaatje gezien, jongen, hij is echt mega strak. Goed, genoeg geluld, maandagavond, ik ga naar huis, naar bed. Ik zie jullie bij de volgende man, mazzel. Ik ben op weg naar een klant hier, dinsdag, in de polo van de zaak. En ik dacht, ik ga jullie eens even laten zien hoe dat mijn tattoo er de dag na de tatoeëersessie uitziet. Ik heb op dit moment een speciale pleister op. Een soort second skin. Het is een heel dun laagje wat over de huid zit. En er zitten extra stoffen in die dit helingsproces helpen. En de pigment blijft beter in de huid zitten. Dus de kleur blijft beter. Maar... Er komt altijd inkt uit je tattoo. In de eerste paar dagen sijpelt er gewoon inkt uit. Dat hoort erbij. Dus het ziet er wel redelijk als een vlek uit nu. Ik denk, nou, ga ik jullie gewoon even laten zien. Dan weten jullie ook een beetje hoe dat heelt. En dat is helemaal niet erg. Dit is precies zoals het hoort. Zo hoort gewoon mijn tattoo te helen met deze pleister. En ja, here you go. Je ziet het. Vooral de zwart zie je. Die zit echt om de tattoo heen helemaal. Ik mag dit ook niet zuiver maken. Ik mag hier niks mee doen. Ik moet dat echt zo laten. Tot en met donderdag. En als de pleister donderdag nog goed zit. Mag ik hem zelfs tot vrijdag laten zetten. Dat geniet de voorkeur. Dan heb ik uiteindelijk de beste kleuren. Je ziet het. Flinke vlek. Je kan dus nu ook echt niet zien wat de tattoo is. Maar goed. Hey, the way it is. Goed. Ik ga door naar de klant. Doei. Dinsdagavond. En we zijn in Rotterdam. Bij die gasbollen weer. Wordt ook DCL, werd daar gehouden, wordt daar gehouden. Ik weet niet of DCL nog is. Nee, geintje. Dit is ook wat ze DCL doen. En ik heb vanavond een gesprekje met iemand. Maar daar hoop ik na het gesprek misschien meer over te kunnen vertellen. Dus ja, ik ga nou naar binnen. Bij de gasballen. In Rotterdam. En dan ging naar de jongetje Kert met zijn fiets op zijn bek. Maar gelukkig hielp zijn vriend zijn mogen. Nee, Jan, dus zal wel goed zijn. Goed. Zo, het is een beetje donker, maar dat was net een super tof gesprek. Morgen is DCL League of Legends. Zoals misschien sommigen van jullie weten, dat deed Mattia voorheen de hosting van presenteren. En nu doe ik dat, in ieder geval morgen. En dan kijken we vanuit daar hoe het gaat en of ik misschien in de toekomst meer ga doen. Dus ja, weer geen stream. Sorry. Kunnen we hier uitzoomen? Want je bent in het zoomen. Waar is de camera? Kom maar, stop! Fixed. Dus ja, morgen weer geen stream. Maar hey, bro. Soms moet ik even iets anders proberen, toch? Ja, toch? Cool. Goed. Nou, naar huis rijden, 1:30. En het is woensdag. En ik ben alweer bij de gasbollen. Ja. En vandaag kom ik voor de eerste keer op tv. Als presentator. Hier. Vet. Ja, ik weet niet wat ik allemaal kan filmen vandaag. Ik ben best vroeg. Ik moest rond 5 zijn. Het is 4:30. Ik had vandaag heel veel geluk. Ik moest in Amsterdam werken. Dus ik kom vanuit de klant meteen hierheen. Ik hoefde niet eerst naar de zaak. En zodoende dat ik hier nu ben. Dus ja. We gaan het vandaag meemaken. Ik denk dat in de volgende shots dat ik wat stukjes uit de stream knip. Ze streamen het ook. Dus ja. Daar ga ik denk ik wel het een en ander uit knippen. En ja. Wordt vet.
Gelukkig doe ik dat vandaag niet alleen, want de nieuwe man staat in de zaal. Tim, hoe gaat het en ben je er klaar voor? Heb je al een beetje gezonde spanning, Tim? Ja, Bjorn, absoluut. Dankjewel. Zeker gezonde spanning. Kijk, daar gaan we al. Hoort erbij natuurlijk. Ik wil jullie in ieder geval allemaal welkom heten hier in het 010 eSports House. Jullie zien het op de achtergrond. De teams zijn zich al klaar aan het maken voor de eerste wedstrijd. Ik ga daar verslag van doen hier in de zaal. Bjorn, terug naar jou. Dankjewel, Tim. Want Tim staat bij de MVP van deze match. Absoluut. Ik sta hier met Cobalt, MVP van deze match. Hoe zat je er lekker in? Wat heeft jou de MVP gemaakt? Geen flauw idee. Ik heb 2 solo kills metgemaakt, dat was leuk. Het omdraaien voor Kassapé Ult, dat over het algemeen mij gaat dat redelijk beroerd. Maar dat ging dit keer best lekker. Maar mijn teamfights waren echt helemaal beroerd, dus ik heb eigenlijk geen flauw idee. Oké, okay. Als team hebben jullie je wel heel hard voorbereid tijdens de match. Komt dan ook nog iets terug van die voorbereiding, communicatie, de shots die gecalled worden? Jammer genoeg minder dan we hadden gewild. Jungle die maakte een call om te invaden. En om ze op die manier voordeel te vergaren. En dat gooide iets beetje roet in het eten. Maar we wonnen op zich de lanes. Bot en mid gingen lekker. En uiteindelijk is de jungle wat is met dubbel farm volgens mij geëindigd. Dus als dan een klein dingetje net anders gaat dan gepland, maar het toch goed uitpakt, dan vind ik dat allemaal best. Prima, maar dan is er nog altijd ruimte om te verbeteren? Ja, vanzelfsprekend. Net als voor mij de vorige game, dus de van vorige week. Op het moment dat onze top lane wil warden, wordt hij geslept door de jungler. En dan moeten dat is kleins, maar dat is onfortuinlijk, zeg maar. Mm-hmm. En dat is iets kleins wat we kunnen verbeteren. En daar gaan jullie als team keihard tegenaan. En dan de volgende keer werelds MVP hier? Zou mooi zijn. Als MVP kan hij winnen, dames en heren. Een super vette AXE-trofee met daarbij ook een AXE showerpakket. Wil jij nou dat Cobalt als MVP naar huis gaat? Stem dan op onze Facebookpagina, daar komt iedereen. Gun het hem. En heren, take it away. Beslissingen. Positionering is slecht, beslissingen zijn slecht. En het enige wat je ziet is gewoon een grote, ja, eigenlijk een clown fiesta, gewoon een bende. Dat gewoon fiesta. Dat niet zou mogen gebeuren van spelers van dit niveau. Ik ben benieuwd of Tim, het is een clown fiesta, heb ik hier net gehoord. Zijn ze het een beetje mee eens? Ik heb geen idee of ze het er mee eens zijn. Xayred, ik krijg te horen dat het een clown fiesta was. Wat is jouw mening daarover? Ja, het ging best een beetje een clown fiesta. Af en toe was het redelijk netjes, maar af en toe werden er ook wat slechte plays gemaakt aan allebei de kanten, denk ik. Mm-hmm. Jij bent de AXE MVP. Was dat ook toch een clown play? Nou, dat was vooral door de laatste 2 teamfights, denk ik. Want de ene had ik een quadra kill en de andere teamfight de penta kill. Dus ik denk dan dat ze daarom mijn MVP hebben gegeven. Ja, en dat houdt in dat? Dat ik eerst 4 kills had en daarna 5 kills. Dus het hele team van hun had ik allemaal gekilled, zeg maar. Ja, oké, maar allemaal, helemaal gekilled volgens mij werkte nee, niet helemaal zo. Mijn team die verdedigde mij goed en ik kon gewoon vrije damage doen op degene die ik wilde. Dus dat ging Jij best goed. Jij kon daar de damage pakken en het klusje klaar, om het zo te zeggen. Ja, en praat ons eens even door de game. Hoe hebben jullie het opgebouwd? Ik denk dat we een goede pick-and-ban phase hadden. We hadden goed scalende champs naar de late game, zoals Vayne, die ik speelde. Mm-hmm. En Ornn, die ook op top zat. Die goede tank late game. En we speelden gewoon redelijk rustig uit. Zij hadden op zich op botlane hadden zij de eerste turret, als ik me goed herinner. Maar wij bleven gewoon rustig en uiteindelijk op een gegeven moment bleef mijn team mid verdedigen met z'n vieren en ik ging met eentje toplane. En daardoor ging de tegenstander die moest heel erg overextenden op mid. En daardoor kon ik de inhibitor pakken en alsnog won mijn team de teamfight omdat zij de druk voelden om iets te doen, zeg maar. En dat ging een beetje fout voor hun en daar openden wij een beetje de game en konden we uiteindelijk daardoor verder de game afsluiten. Netjes, en dat alles heeft dus geleid tot de AXE MVP voor Vayne, Xayred. En dat was mijn eerste keer DCL hosten. Hartstikke leuk om te doen. Jullie hebben wat stukjes gezien vanuit de Twitch livestream. Ik heb zelf tussendoor niet gevlogd. Nu nog 1,5 uur naar huis, dus ik spring lekker in de auto. Ik zie jullie bij de volgende later. Kan je de muts niet zelf op, Beuk? Denk wel dat jij dit kan, hè? Ja. Hoppa! Goed in 1 keer. Goed gedaan. Goedemorgen, zondagochtend. En zoals je ziet zijn we net aangekleed. We gaan naar een speeltuin hier in de buurt. Waar je ook lekker kan ontbijten. En ik dacht, dat pak ik nog even mee voor de vlog van vandaag. En het sneeuwt gewoon.
Het gaat nu heel licht worden, sorry. Het sneeuwt gewoon een super klein beetje, kijk dan. Kun je het zien op de camera? Ja, ja, er vallen vlokjes, ja. Wat? Goed, op weg naar... Hoe heet het speeltuin, schat? Het is... Jij hebt sleutels? Hoeveijs of zo. Hoeveijs? Geen idee. We gaan voor de eerste keer in ieder geval. Dus even de kinderen inladen. Kom maar aaien, Jans. Ga nou maar eens op het bankje staan, dan kun je de koetjes zien. Koeien. Wacht uit. Het was super leuk met de kids. Even weer buiten deze zondagmorgen. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Ik zie jullie volgende week. Bye bye.